Bewoners aan de Palpella straat dreigen nu ook hun snippergroen kwijt te raken. Ze kregen een brief van de gemeente dat het groen achter hun huizen weggehaald gaat worden. De familie Post heeft al 24 jaar over het snippergroen een gedoogovereenkomst. Die is nu door de gemeente opgezegd. We hebben het gevraagd of we het konden kopen. Dat is afgewezen, maar we konden het houden zolang wij hier bleven wonen. En nu gaat de gemeente het in één keer terugvorderen en wil alles in één keer kaal maken. Komen we om de vier jaar en we zijn in, 19, of in 2012 zijn we hier geweest voor het laatst. Nou zo te zien zijn ze hier niet geweest. Wij zijn de enige die de overeenkomst hebben, alleen de rest hebben, is allemaal gedoogd en zouden het eigenlijk niet in gebruik alleen mogen hebben. Maar de gemeente is nooit langs geweest, dus hebben het nooit ontdekt en ook niks van gezegd. Denkt u erover na, omdat andere bewoners dat ook al hebben gedaan, naar de rechter te stappen? Als het mogelijk is en we zien kansen, dan gaan we dat toch doen. Leonard Schenk van de actiegroep van bewoners Een Groene Wijk Maak Je Samen is verbaasd over deze zoveelste actie van de gemeente. Hij wijst daarbij op het door de gemeente uitgegeven boekje Een Groene Stad Maak Je Samen uit 2012, waarin wethouder Janneke Oude-Aalink het voorwoord schrijft. Hengeloers vragen vaak: Wat doet de gemeente eraan om de stad groen te maken en te houden? De gemeente vraagt op haar beurt aan de bewoners. En wat doet u eraan om onze stad groen te maken en te houden? Een groene stad, die maak je samen. Wel. Ik val van de ene verbazing in de andere, moet ik u zeggen. Want eh, wij vechten nu 3,5 jaar om samen een groene wijk te mogen maken. Eh, overal. Dit boekje is uitgegeven toen de draglines in de Hasseler S bezig waren om alle oude houtwallen en alle plantsoenen gewoon definitief eruit te graven. Als u het nog begrijpt, dan hoor ik dat graag. Maar ik begrijp er helemaal niets meer van. Bewoners van de Toscanini-straat stapten met succes naar de rechter om hun gebruiksovereenkomst met de gemeente te kunnen behouden. Bewoners van de Palpella-straat overwegen hetzelfde te doen.